is 6:30 in de ochtend en ik ben op weg naar Samena, die nu zo ongeveer aan het ontbijt zit. Dan vraag ik me wel een beetje af wat voor ontbijt. Deze vrouw gaat zo meteen 100 kilometer hardlopen. Moet je je voorstellen, het is dus meer dan 2 keer de marathon. Ik kijk wel eens de marathon en er komen mensen kotsend en bibberend de finish over. Die gaan helemaal stuk. En deze vrouw gaat meer dan 2 keer die marathon rennen. Omdat de wedstrijd zeker 9 uur gaat duren, sliep Samena vannacht bij vrijwilligers in het dorp. Die elk jaar hun huis openstellen voor lopers die van ver moeten komen. 100 kilometer hardlopen. Hoe is het mogelijk? Ja, het is mogelijk. Ja, jij gaat het doen zo meteen. Ja, en nog veel meer andere mensen. Want hoe werkt dat precies? Het zijn 10 rondjes van 10 kilometer. Dus we gaan om 10 uur starten en dan gewoon lekker lopen. Want ik zie hier geen sportershake staan en ingewikkelde dingen. Dit is gewoon... Gewoon normaal brood. Gewoon, dat is wat je van tevoren eet. Zo. Ja. En ben je nerveus? Nu nog niet, maar straks wel. Straks om 9:45, dan weet je gewoon dat al die maanden trainingen... die moeten er gewoon uit gaan komen vandaag. Je kan de eerste 40 kilometer zo weglopen. En dan kan je het heel zwaar krijgen. Want hoe werkt dit? Hoe ren je 100 kilometer? Hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Ik vind bij de ultras meer, het is ook de mindset op een gegeven moment. Want vaak dan in je hoofd voel je pijntjes in je lichaam. En die ga je ongetwijfeld voelen of je spieren gaan moeilijk doen. Maar vaak kun je dan nog veel verder dan dat je zelf denkt. En jij hebt ook tatoeages van het rennen, hè? Ja, klopt. Zag ik net. Hier, hier. Eigenlijk op deze arm. Die bovenste is 75 kilometer, dus dat is ook een ultrarun. Ja, klopt. En wat moet er gebeuren om deze loop die je zo meteen gaat rennen... ook op je arm te tatoeëren straks? Uitlopen. Ja. Oh, ik vind het ook helemaal spannend. Op naar de start. Ultrarunnen is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn dit jaar maar 90 deelnemers die het aandurven om de 100 kilometer af te leggen. En daarvan zijn er 16 vrouwen. De drang om zo tot het uiterste te gaan komt bij Samena voort uit een pijnlijke periode in haar leven. Hey, hoe is het zo gekomen dat je bent gaan hardlopen? Ja, toen ik 18 was ben ik in handen gevallen van een lofferboy. Ik werkte toen in de jaarbeurs in Utrecht en daar leerde ik een jongen kennen. En toen hebben we nummers uitgewisseld en ja, eigenlijk zoals iedere gezonde relatie zou beginnen. Ja, met een beetje verliefd. Een beetje verliefd, ja. En iemand toont interesse in je en dat is wel interessant. En wanneer kwam je erachter dat het niet klopte wat hij deed? Nou, op het moment dat hij de eerste klap uitdeelde, wist ik natuurlijk dat dat niet zo hoort. Maar vervolgens wist hij daar dan weer zulke excuses aan te hangen en hij had schulden, werd door vrienden achterna gezeten. En wanneer kwam het moment dan dat hij jou de prostitutie induwde? Ik ben best wel streng christelijk opgevoed en dan wordt er altijd een beetje ingehamerd van geen seks voor het huwelijk. En als je het wel doet, dan ga je naar de hel. En dat wist hij ook. Dus hij heeft mij op een avond gevraagd om naar zijn huis te komen. En er waren toen ook vrienden van hem en toen heeft hij mij verkracht samen met zijn vrienden. Samen gefilmd. Met zijn vrienden? Ja, er waren nog 2 anderen bij. Met z'n drieën? Ja. En gefilmd? En gefilmd. Jezus. Dus vanaf dat moment was het gewoon klaar. Zeg maar. Want hij had het filmmateriaal en dat kon hij overal laten zien. En dat dreigde hij dus ook aan mijn ouders te laten zien.